geteld de zevende. Afgelopen zondag werd voor de 25ste keer de 4-mijl van Groningen gelopen. Dit jaar gingen 20.000 wedstrijdlopers en recreanten van start in Haren om na 6,6 kilometer te finishen op de Vismarkt in Groningen. De lopers werden hierbij aangemoedigd door ruim 100.000 toeschouwers. In het Groningen provinciehuis zien we tussen grote namen als Kenenisa Bekele en Vincent Jator een bekend gezicht. Het is FC Groningen trainer Pieter Huistra. Hij is een van de lopers die meedoen aan de Charity Run. Het goede doel waar dit jaar voor gelopen wordt is Spieren voor Spieren. Ambassadeur van deze organisatie is Louis van Gaal. Ik ben in contact geraakt met deze stichting toen ik bondscoach was. En ik heb zoveel spierzieke kinderen gezien die eigenlijk geen levensperspectief hebben. En de stichting Spieren voor Spieren zet zich in voor deze spierzieke kinderen. We hebben inmiddels zoveel geld verzameld dat we een diagnostisch centrum in Utrecht hebben opgericht. Met alles erop en eraan, zodat we de diagnose kunnen versnellen. Vroeger was het, duurde het soms wel 2 jaar, nu 2 weken. En we proberen nu het Europees aan te pakken, zodat we alle kennis kunnen vergaren. Zodat wij die spierzieke kinderen nog veel beter kunnen helpen. Oud FC Groningen speler Arjen Robben stelde een gesigneerd Bayern München shirt beschikbaar. Dat werd verloot ten bate van het goede doel. Kijk, hij is zelf ook ambassadeur van Spieren voor Spieren. Dus ja, dan is het op het moment dat ze dan hier het evenement samen organiseren, logisch dat hij een shirt beschikbaar stelt. Heel veel succes en we treffen elkaar nog en met dit shirt mag je lopen. Alsjeblieft. Flesje water, banaan. Nou, kan niet meer fout gaan, denk ik. Nou, hier zal het niet aan liggen, nee. Nou, ik denk aan de conditie ook niet, dus ik moet eerlijk zeggen... Het lijkt me wel leuk. Zolang het maar een beetje droog blijft, dan is het volgens mij goed lopen. Ja, ik heb wel begrepen dat er een klein spatje regen komt. Nou ja, daar kunnen we nog wel tegen. Ik zou wel blij zijn als ik in een goede tijd over de finish ben. Wat wordt jouw richttijd? Ik heb geen idee. Ik weet eerlijk gezegd niet wat een goede tijd is. Heb je de afgelopen dagen er wel over nagedacht? Nou, ik heb hier nog een paar keer op de loopband nog weer nagelopen. Ik denk dat ik toch wel ergens rond de 35 uit moet kunnen komen. Volgens mij kun je nog wel sneller. Ik denk ik zet niet te hoog in. Waar Pieter Huistra het toch een beetje aan zijn stand verplicht is om een redelijke tijd te lopen, heeft cabaretier Arno van der Heijden een goed excuus gevonden om onder een toptijd uit te komen. 2 redenen. De eerlijkste is, ik ben gewoon een waardeloze sponsorwerver. Dat hoop ik goed te maken met de collectebus. En de tweede reden is dat ik bang was dat ik hem dit jaar voor het eerst niet binnen het half uur zou kunnen lopen. En dat kan ik nu mooi verbloemen, dat zullen we nooit weten. Ik mag er nu net zo lang over doen als ik wil. Heb je vooraf nog even met Louis van Gaal gesproken? Heeft hij je nog een tip gegeven? Ik kan waarschijnlijk niet zo goed lopen als Pieter Huistra. Dus wat moet ik hem tippen? Nee hoor, ik denk dat hij mans genoeg is. Ja, hij zei vooral niet te snel beginnen. Dat is eigenlijk wel de generale tip die je van iedereen hoort. He, dat je de neiging hebt om heel snel uit de startblokken te gaan. Dus rustig beginnen en dan rustig opbouwen. Ik hoor van de wedstrijdleiding dat we de wind in de rug hebben, dus dat scheelt dan weer. Ja, die 35 ga je halen, dat weet ik zeker. Oké, nou, we spreken. Is goed, succes. Yo, hey. Half 2 worden de wedstrijdlopers van de 4-mijl van Groningen in Haren weggeschoten door Louis van Gaal. 1 minuut nog tot de start. Oh, hij heeft al geschoten. Na 17 minuten en 6 seconden finish de eerste loper. Het is de Keniaan Vincent Jator. Hij verbetert met zijn tijd het parcoursrecord en vestigt een officieus wereldrecord.
Favoriet Kenenisa Bekele uit Ethiopië wordt tweede op 4 seconden van de winnaar. Jij met je FC Groningen shirt, 34-53. Wie ben jij? Terwijl ook Pieter Huistra is binnengekomen. Nou, binnen de 35 minuten volgens mij. Ja, dat was knap. Hè. Dat viel me mee. Het eerste gedeelte ging heel erg goed. Het tweede gedeelte was wel wat zwaarder, maar hebben 28 geloof ik, zoiets. Dus dat is nog netjes. Dik onder je richttijd, 7 minuten. Ja, klopt. Dus ik had de richttijd al wat hoog gehouden. Dus, En de tip van Louis van Gaal om rustig te starten? Ja, toch word je dan meegesleept. Iedereen gaat heel snel en in het begin ben je nog fit en fris. En dan voor je het weet, ik heb me wel op het hart gedrukt om wel wat langzamer te beginnen. Dat heb ik ook wel iets gedaan, maar het ging toch nog iets te snel. Ik neem aan dat je wel heel erg bent aangemoedigd. Ja, het heeft wel geholpen denk ik dat we van Ajax gewonnen hebben. Hoe zwaar is hij nu? Hij is goed zwaar. Ja, het handvat is geknapt. Hoe zwaar is hij? Zo zwaar is hij. Je bent net binnen. Ik heb een mooie tijd van 2 uur en 17 minuten neergezet. Fantastische tijd. Een persoonlijk record. Wat voor reacties heb je allemaal gekregen? Echt hele leuke, hele grappige dingen. Ook mensen die dan ineens medelijden met me krijgen. Nou heb je geen snelle tijd. Terwijl ze al 3 minuten in hun portemonnee staan te grabbelen. Nee, maar dat is niet zo belangrijk vandaag. Oh, gelukkig. Geweldig. Hoe zwaar is die, Jacques? Nou, ik zal zeggen, die van Arno is nog zwaarder dan die van mij. Kan bijna niet. Het is toch zo. Ja, jong kerel, hè. Je weet hoe het gaat. Wil jij deze even tillen? Dat wil ik wel even doen. Laat het even zien. Hij gaat hier. Kijk eens wat er gebeurt. S'avonds wordt op de Grote Markt in Groningen het exacte bedrag van de charity run bekendgemaakt. €44.000 en 410. Hey!